Dit zijn mijn superhelden van groep 8. Ze zijn echt mega fan van Sepsport. Ze zitten nu ook te kijken. Willen jullie alsjeblieft hier komen? Voor de zaal. Ja. We zijn bij basisschool De Punt, groep 8. Ja. Hallo, hoi. Hi. Jij vindt dat ze het verdienen, hè? Nou, absoluut. Het zijn ze een beetje leuke klas? Zijn het ook sportieve kinderen ook? Heel sportief. Oh, echt waar? Wat voor sport zit jij? Karate. Zo, cool. Goed, hè, en jij? Kickbox. Wow, kicken. We gaan eerst even het startspel doen. In het startspel gaan jullie bepalen welke 5 jongens en welke 5 meisjes er meegaan. Druk jij even op de play. Oké, daar gaat hij. Play. Jullie spelen de Mystery Game. Oh. De uitleg komt van Ron en Britt. Ik zou zeggen, op naar de gymzaal! Yeah! Bij het Mystery Spel is de bedoeling om zo dicht mogelijk bij de beker te gooien. De 5 jongens en 5 meisjes die dat lukken, gaan mee met de bed. 3, 2, 1. Goed hoor. Hoppakee. Doe maar. Ja. Ga maar hier staan. Goed zo. Nou, doe maar. Oké, dankjewel, man. Dankjewel. Ho, jij hebt de volgende. Heel goed, 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 goed. Ah, dat is wel jammer. Hoppakee. Oh, goede vorm, hoor, jongens. Goeie, ga maar door, ga maar. Plek 2, gooi je maar. Nee, nee, nee. 3, 2, 1, doe maar. Nee. Nee, niet goed. Dat betekent dat ze... Dit zijn mijn 5 mannen! Ben je er klaar voor? Ja. Succes. Wauw! Ook jij mag in de cirkel staan. Go! Oeh, heel! Knallen met die zang! Wauw! Wow! Dat was een goeie hoor. Oeh, Ron, welke plek is dit? Derde. Oké, okay, nou gewoon gooien langs zo dicht mogelijk bij de beker. Ja, ja. Welkom in de club. Nee. 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 Ook jij zit er niet bij. Oh. Ah. Sinem, Amina, één van jullie gaat door en één van jullie valt helaas af. Ben je er klaar voor? Klaar, 3, 2, go! Nee, niet erbij! Welkom in de club! Nee, mijn team is compleet. Ik ben Sammy, ik doe aan voetbal. Ik ben Max en ik doe aan voetbal. Ik ben Emmy en ik doe ook aan voetbal. Ik ben Shakir en ik doe aan voetbal. Ik ben Jelly en ik doe aan dansen. Dit zijn ze dan, mijn 5 mannen! Ik ben Amina en ik zit op karate. Ik ben Reis en ik zit op turnen. Ik ben Shada en ik zit op badminton. Ik ben Ikram en ik zit op turnen. Ik ben Omeema en ik zit op kickbox. Dit zijn mijn meiden! Oké, het is tijd om de sport bekend te maken. Ron, wat gaan we doen? Wij doen vandaag de battle voetbal! Mannen. Het is heel leuk dat Ron dit woord zegt. Ja. Alleen voor dit woord hoort nog een woord. Oh. We spelen namelijk vandaag de battle American Football. Yeah! Op naar het veld. Wist je dat? American Football geen fluit met ons voetbal heeft te maken. Het is een variant op het Engelse rugby. 2 teams vechten om de bal. Ze hebben een punt als ze die in het gebied van een tegenstander krijgen. En dat heet dan een touchdown. Wat zeg je? Een touchdown. Nou, zeg dat dan. De bal lijkt op een rugbybal, maar is groter. Vaak is een bal rond, maar met deze vorm kan je de bal beter gooien en makkelijker vangen. Het is dé favoriete sport van de Amerikanen. 2 belangrijke competities hebben ze. De kampioenen daarvan strijden tegen elkaar tijdens de Super Bowl. Wat zeg je? De Super Bowl! Oh, zeg dat dan. En wat voor weer het ook is, in Amerika gaat een wedstrijd altijd door. Zelfs als het sneeuwt.
uit, hè? Ja. Voelen jullie niet een beetje zo'n echte Amerikaanse ster? Ja. Ja, ja echt, hè? Ah, Barry. Ja. Goed dat je er bent. Kijk, er is onze dan van vandaag. Michelle. Hoi, Britt. We hadden wel even een dingetje, want zij dachten allemaal dat we gingen voetballen. Oh. Ja, maar dit is heel wat anders, hè? Ja, het is een heel ander sport dan voetbal. Voeten gebruik je eigenlijk heel weinig. Maar mag je elkaar ook een beetje een schouderduw geven? Je mag elkaar een schouderduw geven, je mag elkaar op de grond gooien. Oké, waar gaan we beginnen? We gaan beginnen met een warming-up. Eventjes alles losmaken. En een overkant. We gaan eerst even leren vangen en gooien. Hoe gooi je, vang je dit ei? Of wat? Je legt zometeen je hand met je drie vingers op de veters. Er zit een aantal veters in het midden. En je wijsvinger en je duim leg je op de witte rand. Je gaat naar achter met je hand. Oh ja! Onderdeel vangen, daar komen we zo nog op. Ja, gaan we maar proberen. Zometeen als je rond de bal gooit, maak je van je duim en je wijsvingers en je tegen elkaar. En dan maak je een gat in het midden. Kan die bal er precies in? Kijk hoe goed. Zie je dat? Die punt was precies hierin. Wat goed. Super. Hey, kijk hoe goed ze al zijn, Michelle. Ja, super. Ik ben echt onder de indruk. Ik ben ook onder de indruk. Zometeen heb je één ballengooier, dat is de quarterback. En een receiver, degene die de bal gaat vangen. Ja. Ja, goed. Naar de bal. Ja. Ja, super. Lekker. Ja, oké. Okay. Dit gaat goed, dat gaat goed, zus gaat goed, zo gaat goed. Ja. En nu? We hebben nu een gedeelte aanval gedaan en we gaan ook een klein beetje verdediging doen. Bij het merk voetbal is het zo dat je elkaar mag tackelen. Heerlijk. Maar wat jullie niet echt helemaal op hebben, is dat misschien een beetje gevaarlijk. Dus wat we nu doen, is dat we het two-hand touch doen. Als je two-hand touch doet, ben je getackled. Ja, hartstikke goed. Ah. Oké, okay, hartstikke goed. Nee, niks. Ik word helemaal enthousiast, vind echt leuk hoor. Het is een leuke sport hoor. Ja? Dit is het helemaal niet. Er staat hier dus iemand tegenover je. En die gaat zo met jou meelopen. Wat jij dus doet, is je komt hier aan, hè? Zo hard als je kan, zo snel als je kan. Je doet een fake stap. En deze zit je naar binnen. En dan ren je hem. Fake it till you make it. Go, 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 go! Even gooien. En doorlopen, doorlopen! Ja, goed zo. Je was op, dus op. Juist, heel mooi. Gooien. Ja. Wat je gaat doen zometeen, is eentje gaat over de bal in staan. En je gaat de bal zo meteen door je benen door naar achteren geven. 1, 2. Ja, goed. Ja, goed. Touchdown! Hey, en we gaan zo meteen onze kwaliteit in de wedstrijd allemaal goed verdelen en goed gebruiken. Ja. Zoals Ikram is super, super snel. Ik denk zodra jij de bal hebt, dat we gewoon echt vol gas op jou moeten gokken, omdat je zo snel mogelijk over kan ben. Ik vind het een heel goed idee hoor. Maar zullen we de tactiek gewoon aan de coaches overlaten? Ja. Ja. Wij gaan ons klaarmaken voor de finale. Yes. We gaan even onze krachten sparen. En dan gaan we ervoor, ja? Here we go. Maar nog één ding. Onze overwinningsdans. Klaar? 3, 2, 1. Wat gaan we doen? En dan nu de quizvraag van deze week. Let goed op. Dit kind heeft een bal vast. Wat gebeurt er hierna? A. De hond vangt de bal. B. De bal komt tegen zijn hoofd. Of C. De bal komt tegen zijn vader aan. Als jij dat thuis denkt te weten, ga het onderstaande adres. En wie weet, wil je wel een prachtige zetsporttas. De finale. Team krijgt per beurt 4 pogingen om een touchdown te maken. Een poging is afgelopen als je met 2 handen wordt getikt door de andere partij, als je een bal gooit en een teamgenoot vangt die niet, of de tegenpartij onderschept de bal. Het team met de meeste touchdowns wint. Dit is waar het om gaat, hè? Dit is waar we een beetje voor geoefend hebben net. En we gaan ervoor zorgen dat de jongens hoeveel punten scoren? Nee! Kijk maar goed aan als je de bal gooit en vangt. Dat hebben we gedaan, hè? Tik elkaar goed met 2 handen. Je hebt geen pijn eraan. En blijf erin geloven. Je kan altijd winnen. Omdat we 2 bij elkaar staan, gaan wij 2 bij elkaar. Dus... Je gaat altijd tegenover je mannetje staan. En zorg dat er niks doorheen komt. Hé, hey, wat gaan we doen? Winnen! Wat gaan we doen? Winnen! Wat gaan we doen? Winnen! Winnen! Juist. Beetjes in en knallen. Yes. Kom. Ja,
laatste wordt getikt. Dat betekent een nieuwe poging vanaf die afstand. Tweede poging. Ja, opzij. Go. Intercepted by the boys. Kom door, jongens. Blijf verdedigen. Go. Three-yard run. Go. Onderschept. Nieuw balbezit. Turnover on downs. Ja hoor, de eerste beurt van de meisjes is over. We gaan naar de jongens. De bal is op de grond gekomen. Dat betekent dus een nieuwe poging vanaf dezelfde positie. Incomplete pass. Kijken! Incomplete pass. Fourth down. Incomplete pass! Jij rent gewoon rechtdoor. En als zij probeert achter jou aan te rennen. En dan ga je kijken of je die jongens een beetje voor de gek kan krijgen, ja? Blijf bij je mannetje, of bij je vrouwtje in ieder geval. En als degene die jouw vrouwtje de bal heeft, tik je hem aan. Dus een beetje. Je mag ze een beetje zo een beetje wegduwen. Zachtjes, hè? Niet altijd hard. Jij gaat gewoon een punt maken. Ja. First and ten! Ja, een touchdown. Dat betekent 1-0 voor de meisjes. Goed hoor. De jongens weer. First down. Rennen. Ja. Out of bounds. Op de 5-yard line. Kijken naar de bal. Jongens, jullie hebben nog 2 pogingen om 1 yard te halen. Third down and goal. Kijk naar de bal! Kijk, pak hem! Tweede poging voor de meiden. Ja, zo doen we dat. Ja, tik. Nee. Third and eight. Go. Wow, mooie paas. Final down. Kom op, fourth meiden. Down. Het staat 1-1. Maken de jongens in deze laatste beurt een touchdown, dan winnen ze de battle. Touchdown! En dat betekent dat de vijand gaat. Dit keer naar de mannen! Mannen gewonnen, maar volgende week winnen weer de meiden. Ik hoop het! Tot volgende week! Nee, doei! Lekker! Gefeliciteerd! Ja, dankjewel! Ja.